Hallo en welkom in een nieuwe videoserie waarin ik jou meer ga vertellen over de universele vlammen. De universele vlammen, tot voor een paar jaar terug had ik er eigenlijk nog niet veel over gehoord, maar je kent ze misschien ook als de heilige vlammen of de goddelijke vlammen. En het moment waarop ik ben gestart met het schrijven van mijn boek, begreep ik dat dit eigenlijk een nieuwe manier is waarop we gaan healen. Een tool zodanig dat we allemaal nog meer kunnen gaan stralen, ons lichtlichamen kunnen gaan voeden en eigenlijk de vlammen mogen en moeten leren gaan gebruiken om de aarde te veranderen en om onze eigen ascensie en onze bewustwording in goede banen te leiden. Dus vandaar heb ik niet alleen mijn boek geschreven. Wat is mijn boek? Voor degenen die het nog niet kennen, mijn boek 96 Vlammen. Ik heb dat boek geschreven, maar daar eindigt het niet bij. En vandaar dat ze mij aangegeven hebben om eigenlijk ook deze videoserie te maken. Om jou nog wat meer extra informatie te geven, om jou op weg te zetten. Waarom dat universele vlammen belangrijk zijn, waarvoor ze hier zijn en hoe je ze kan gaan gebruiken. In elke video ga ik ook een kaart trekken. Dat is eigenlijk een orakelkaartendek dat ik gemaakt heb met boodschappen die ook van die universele vlammen komen. Dus mocht je interesse hebben, ik zal het linkje naar deze orakelkaarten in de video. Of in de box onder de video vermelden, zodanig dat je, als je interesse hebt, dat kan aanschaffen. Nu, wat zijn de universele vlammen? Universele vlammen, dat zijn eigenlijk grote lichtstralen, bundels energie, zuivere energie. En er zijn stralen op verschillende golflengten en op verschillende kleuren. Je kan het vergelijken met een regenboog of met licht dat je door een prisma laat schijnen. Nu, de universele of heilige of goddelijke stralen, het maakt niet uit hoe je ze noemt, ontstaan allemaal uit de bron. Net zoals dat wij allemaal uit de bron geboren zijn. En dat maakt ook dat wij allemaal die stralen in ons lichtlichamen hebben. Tenminste, als we in onze zuiverste staat van zijn vertoeven. Doorheen de vele incarnaties en de daarmee gepaardgaande uitdagingen zijn onze lichtlichamen vertroebeld geraakt. Dus de verbinding met de stralen en de desbetreffende vlammen zijn we verloren. Net zoals de kennis om met de stralen en de vlammen te werken. Nu, elke vlam draagt een specifieke eigenschap in zich. En nu dat we het in tijdperk gekomen zijn en massaal kunnen ascenderen, allemaal wakker worden, is de tijd gekomen om ook opnieuw te gaan herinneren wat dat de vlammen zijn en meer nog hoe dat we die kunnen gebruiken. Nu, de vlammen en de stralen zijn energetische vlammen afkomstig van de bron. En de stralen dragen ook dezelfde energie van deze vlammen, maar die zijn eigenlijk de bewegende energie. Dus we bewegen van de ene plek naar de andere plek. Ik kan het vergelijken met wanneer het licht via een bepaalde hoek op een spiegel of een glas schijnt. Dan zie je ook verschillende kleuren van het licht, wat we normaal gezien niet met het blote oog zouden kunnen waarnemen. Dus, maar het is niet omdat we het niet kunnen waarnemen dat ze er niet zijn, want de stralen en de vlammen zijn er achter altijd. En daardoor kunnen ze jou ook bijstaan in je groei en in je ascensie. Nu, er zijn al veel verschillende boeken verschenen over de 7 goddelijke vlammen. Anderen spreken dan ook al over de 12 vlammen, dus de 7 hoofdstralen en de 5 geheimstralen, zogezegde geheimstralen. Maar op dit ogenblik zijn er zeker al 96 vlammen beschikbaar waar jij als mens mee kan en mag gaan werken. De vlammen en stralen zijn op dit ogenblik eigenlijk nog te weinig gekend en de beschikbare informatie is veel te ingewikkeld voor de mensen. Het mag eigenlijk allemaal veel eenvoudiger. En daarom schreef ik ook het boek 96 vlammen. Om jou op weg te zetten in het omarmen van je eigen spiritualiteit en om te leren de vlammen te gebruiken als tool voor je eigen healing, voor je eigen transformatie. Nu, net zoals met vele rituele meditaties en transformaties, mag ook dus dit eenvoudiger en sneller gebeuren. Want de tijd waarop je zowel bij Reiki bijvoorbeeld ingewikkelde rituelen en symbolen moest gaan gebruiken, is voorbij.
Dat wil niet zeggen dat Reiki niet meer werkt. Het betekent wel dat er ondertussen veel efficiëntere methodes voor healing en spirituele groei beschikbaar zijn. Methodes die aangepast zijn aan de nieuwe hogere energieën op aarde en dus ook de hogere energieën dat we zelf allemaal zijn. Je kan het vergelijken met de voertuigen waar we 100 jaar geleden mee reden en de voertuigen waar we nu mee reden. Die zijn ook helemaal versneld, technologischer, veel meer elektronica, veel meer zaken die automatisch gebeuren, waar dat vroeger nog zeker het geval niet was. Nu, het leuke hieraan is dat het niet nodig is om alles over de stralen en vlammen te weten. Dus je hoeft geen lijst van buiten te leren, omdat je zou weten welke vlam je moet gaan aanroepen voor welk probleem. Integendeel, werken met je intentie is voldoende. En doorheen deze videoserie zal ik je meer vertellen over deze vlammen, hoe je ze kan gebruiken en ook hoe je jouw eigen healer kan worden. Maar mocht je niet kunnen wachten of echt de energie van deze vlammen ervaren, dan raad ik je ook aan om het boek 96 vlammen in huis te halen. Dus ik ga sowieso het linkje daarvoor in de box hieronder de video plaatsen. Nu, in totaal zijn er 7 hoofdstralen. Misschien ken je die al. 7 is een meestergetal en komt ook voor in andere universele wijsheden. Denk maar aan de 7 sterren, verwezen naar de 7 sterrenvolkeren die hier op aarde geïncarneerd zijn. Maar er zijn ook 7 fasen in het ascensieproces, die ik trouwens beschreef ook in het boek. Dus zowel in het ascensieproces van de aarde, maar ook in het ascensie van de mens. Zoals je ook kon zien in de vorige videoserie rond ascensie. Nu, op dit ogenblik zijn er 96 vlammen en stralen voor iedereen beschikbaar. En dat betekent niet dat er slechts 96 vlammen en stralen zijn, er zijn er veel meer. Maar die zijn op dit moment nog niet aangewezen om te gebruiken. Ze zijn er wel al, maar we kunnen ze eigenlijk nog niet gaan gebruiken. Nu, elke straal heeft zijn eigen koan. Dat betekent dat hij meester is van die lichtstraal. Je zou het kunnen zien als een verantwoordelijke. En de keuze om een energie als koan aan te staan voor een bepaalde straal heeft te maken met de spirituele evolutie en bewustzijn van die energie. Dus dat betekent ook dat die koan kan veranderen. Je kan het vergelijken met een promotie die je kan maken in een bedrijf bijvoorbeeld. Nu, de Maha-Kohan is dan weer de verantwoordelijke van alle stralen binnen de dimensie. Plus is het ook belangrijk om te weten dat op elke straal opgestegen meesters werken, aardsengelen, engelen, lichtwezens en ook geïncarneerde zielen. En zo kan je werken op de blauwe straal, de gele straal, de roze straal, het maakt niet uit. En de straal waar je eigenlijk het meeste op werkt of waar je eigenlijk op geïncarneerd bent, is eigenlijk de straal die nauw samenhangt met de missies die je in dit leven hebt. En dus ook met de lessen waar je doorheen werkt. Zo hebben ook de tweelingvlammen die op aarde geïncarneerd zijn, een connectie met die goddelijke vlammen. Denk maar aan Blu-ray twins of Golden Ray twins. Afhankelijk van welk type tweeling je bent, zal jouw tweelingproces anders gaan verlopen. En heb je ook andere taak hier op aarde. Maar ook bijvoorbeeld indigo's zijn verbonden met de indigo-straal. En net zo met alle andere kristalkinderen, die zijn allemaal verbonden met een specifieke vlam, een specifieke straal, omdat dit verbonden is met de missie en het werk dat ze hier komen doen. Nu, wat is het nut van werken met vlammen? Sinds 2012 is de manier waarop, dat we met vlammen, waarop dat je met vlammen kan werken opengetrokken, zodanig dat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dus zoveel mogelijk mensen moeten de kans krijgen om mee te ascenderen. En de vlammen zijn een tool voor het ontwaken van je talenten en je mogelijkheden, waaronder dus ook healing en zelfgenezing. Nu, als leerling, meester, manifestator is het belangrijk dat we opnieuw verantwoordelijk worden voor onze eigen gezondheid. In plaats van beroep te moeten doen op een healer of een reiki-gevers of andere holistisch therapeut, ben jij in staat om je eigen energetisch systeem opnieuw in balans te brengen. En het klopt dat je nu misschien nog ondersteuning nodig hebt, maar een goede healer en een spirituele leraar die zal ervoor zorgen dat jij versterkt wordt. En alle diensten en services zijn dan gericht op het krachtiger maken van jouw energie, zodanig dat je weet, hoort, ziet en voelt wat dat je vervolgens nodig hebt. Zodanig dat je het eigenlijk vanzelf alleen verder het pad kan bewandelen. En op dat punt komen de vlammen en de bijhorende stralen van pas. Maar van zodra dat je weet dat de vlammen bestaan, heb je alles in jou om je ascensie in handen te nemen. Want voor elk obstakel of elk probleem waar je tegenaan loopt, is er een universele vlam en straal die jou daarmee kan verder helpen. En door contact te maken met deze vlam of straal, kan je afstemmen op de helende energie van de vlam. Dus, en het hoeft zelfs niet altijd een lange visualisatie of meditatie te gebeuren, integendeel.
Dus je hoeft ook niet altijd naar een kristaltempel te reizen tijdens je meditaties. Dat kan, dat mag, maar dat hoeft niet. Het is belangrijk ook om te weten dat niet elke vlam een eigen kristallentempel heeft. En ten tweede is het zelfs niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de kracht van de vlam. De bedoeling is dat we het echt integreren in ons dagelijks leven. En dat jij eigenlijk via je vertrouwen en je innerlijk weten de vlammen kan gebruiken om blokkades en trauma's in jezelf te healen. Want vlammen, het gebruik van de vlammen is heel krachtig. Nu, heb je hulp nodig in je proces? Aarzel dan zeker niet om ondersteuning te zoeken. Hè. Je kan hiervoor bij mij terecht of bij een andere healer of leraar die jou aanspreekt. Dat maakt niet uit. Aanvullend aan het boek kan je natuurlijk ook leren met de vlammen te werken via de diensten en services die ik aanbied. En kijk, als je daarvoor interesse hebt, kijk ook zeker in de box hieronder of surf naar mijn website om meer te weten. Want het is echt de tijd nu om in te stappen op jouw eigen spirituele ontwikkeling en eigenlijk alles in handen te gaan nemen. En nu echt het anders te gaan doen dan je altijd gedaan hebt. Nu, dat is voor de eerste video, om deze video af te ronden, of af te sluiten liever. Ga ik nog eens vragen wat de boodschap is die in deze video mag meegegeven worden. Daarvoor gaan we de kaarten schudden. En dan is de lichtwezens goed. Voilà, hier zijn we al. En de kaart is: blijf vertrouwen op je pad. Hoe mooi is dat? Blijf vertrouwen op je pad. Zo, met deze boodschap laat ik jou en ik hoop je terug te zien in de volgende video. Dag!